zitten vandaag in de zevende dag. En na de twee loodzware dagen was de rustdag vandaag eigenlijk best wel verdiend. Mooi moment om terug te blikken op de eerste week Heroes Legend. En dat doe ik met Erik Verhoef. Erik, jij hebt al 11 keer Le Dakar gedaan, 10 keer de promoten. Ja. Dus als er iemand in Nederland echt iets vanaf weet, ben jij het wel. Dat is de bedoeling. En jij begeleidt de Nederlandse rijders. Ja, onder andere. We zijn begonnen in Parijs en daarna zijn we naar Oloron gegaan. Leg eens iets uit over die proef. Ja, die proef in Oloron is een echte proef voor iedereen om te proeven aan het rallyrijden. Ondergrond is een beetje vergelijkbaar met Nederland. Je hebt best wel een redelijk grip, alleen een beetje hoogteverschillen. Het telt niet mee voor het klassement, maar om de mensen wegwijs te maken in het rallyrijden. Dat is proef 1, leren rijden. Dag 2 gingen we van Frankrijk naar Spanje, van Oloron naar Arras de los Olmos. Waar de tweede proef heeft plaatsgevonden. Had ik het zwaar trouwens. Had iedereen het zwaar. Het was een heel technisch parcours. Spanje, harde, rotsige ondergrond. Ja. Steile omlaagaande bochten en dergelijke. Gevaar. En je kijkt ook zomaar 200 meter naar beneden. Mocht je missen en het is nog dieper dan omlaag als we je net al noemde. Dus ja, dat was echt opletten. En met de billen bij elkaar geknepen zijn sommigen rondgekomen. En die proef is eigenlijk een beetje meer ready geworden door het roadbook. Hebben we eraan toegevoegd. Dat de mensen ook onder het rijden ook nog de kilometers moesten maar kijken. Maar daar nog steeds niet over het klassement en daarover zometeen wat meer. Zometeen wat meer over het klassement. Toen we aankwamen in Marokko, dan begint de rally pas echt. Je hebt dan het voortgerecht achter de rug. We hebben jullie gepeld op jullie gemiddelde snelheid en daar draait het klassement uiteindelijk ook om. Iedereen krijgt dan een advies gemiddelde. We hebben een laag gemiddelde, een gemiddeld gemiddelde zeg maar, en een hoog gemiddelde. En wat in de praktijk eigenlijk op een proef gebeurt, is dat degene die kiest voor een bepaald gemiddelde, moet dat zo kort mogelijk benaderen. Kies je voor 55 bijvoorbeeld, kan een gemiddelde snelheid zijn. Zit je erover, krijg je strafpunten. Rij je te langzaam, krijg je ook strafpunten. En kan een amateur dus ook winnen van een echte topper? Absoluut. Dus iemand die voor een laag gemiddelde kiest, kan iemand kloppen met een hoog gemiddelde. Gisteren, etappe. Ja, het venijn zat hem in de staart. Een hele lange, zware dag. Ja. Mensen bleven steken in de woestijn en uiteindelijk kwamen ze binnen gedruppeld. En je was binnen. Redelijk op tijd zelfs, vond ik. Kapot. Bovendien een goede uitslag, een zevende tijd. Niemand had het eigenlijk verwacht, want u was met een laag gemiddelde begonnen. Ondertussen rij je al hadden ze me ingezet en toen kreeg ik al de pest. En ik denk, hey, maar ik rijd pas een paar maanden. Dus, ja, maar Robin, als je deze tennis doorzet, dan gaan we nog een winnaar krijgen. Maar kalm aan, we zullen niet te veel weer in zijn kont steken. Maar het was een beltjesdag. En uiteindelijk, vanmorgen hebben we dan ook moeten ingrijpen om een beetje tempo te drukken en een kortere dag in te lasten. Want het moet natuurlijk niet te gek worden. We willen iedereen heel aan de finish krijgen. En zelfs dat valt niet mee, ben ik achter. Tot zover het overzicht van de eerste geweldige week van de Heroes Legend. Maar we zijn er nog niet, want we moeten nog 7 dagen richting Dakar. En we zitten ongeveer op de helft van de kilometers. En zwaar zal het nog wel gaan worden. Wat was trouwens jouw zwaarste moment altijd in die 11 Dakars die je hebt gereden? De finish halen in het algemeen, maar zo s'nachts rijden. Als ik eerlijk ben, s'nachts rijden. Heb je het nou meegemaakt? Tempo gaat even factor 5 omlaag, donker, keien en je gaat bijna op je smoel. Ja. Nou, ik ging een paar keer goed op mijn smoel. Ja. Die motor die ziet er niet meer uit. Van. Ja, dat is daar wel. Ja. Vandaag gaat de Heroes Legend caravaan naar Fort Boucherif. Dat ligt vlakbij het schitterende Plage Blanche, oftewel het witte strand aan de kust van Zuidwest Marokko. Er is ruim 450 kilometer af te leggen en er worden 4 specials gereden. Voor Erik Verhoef is Marokko door al zijn Dakar-ervaringen natuurlijk bekend terrein. En hij weet als geen ander hoe je in dit gebied handel moet drijven. Oké, so you make the deal? My wife, 20 camels. 20 camels good? Deal? Thank you very much. De eerste special van vandaag loopt door het Atlasgebergte. Alleen maar rotsen en steile afdalingen. Ik kan nog steeds niet zeggen dat dit terrein tot mijn favorieten behoort. Hey manneke. Hey jongens, wat heb jij nou joh? Ja. Hey joh, hier kijk nou. Wat is er gebeurd? Je valt wel eens. Hey Erik. Hey. De omraad gegaan, ja. Hè? De omraad gegaan. Zo, niet zo zuinig ook. Ik zie het. Had jij dat nou ook wel eens, Erik? In de Dakar?
dat je niet meer eens meer wist hoe vaak je gevallen bent. Nou, meestal lag ik in een helikopter. Ik deed het in één keer goed meestal. Ja. Als jij viel, viel je echt hard, hè? Ja. Ik heb... Hoe smaakt het hier of niet? Mijn arm inderdaad open ligt. Ja, schuiven. Ik denk dat die... Kijk, jij zijn die banden. Zijn die nog goed? Zet hem maar. Zo glad op het laatst. En het voorwiel de klap weg. Ik maak een schuiven. Maar het was ontzettend mooi, maar levensgevaarlijk. Ja. Ja, toch zwendel hier. Die, Dat zijn die canyons hier, joh. Dat is een beetje een verraderlijk terrein. En dan ben je gewoon, je bent zand gewoon. Ja, ja. Je moet hem eigenlijk een beetje laten hobbelen. En als je grip hebt, dan kun je corrigeren. Dat durf je weer niet, omdat je kijkt gewoon 300 meter gewoon stijl naar beneden. En op het moment dat je foutje maakt, ga je er ravijn in. Ja. Dus ik ben... Het valt mee. Het ziet er ernstig uit als het is, denk ik, hoor. Maar... Ja, maar hij is wel getekend. Dat hoort erbij. Er moeten littekens op staan, hè? Die niet zo'n nieuw ding terug showroom in, hè? Hé, gaat... Het gaat nog regen ook. Moet ik allemaal uit gaan kijken. Regenbanden erop. We gaan even wisselen. Jongens, regenbanden. Ja, ik heb ze op het dak liggen. Dus, moet niet gekker worden. Dat is echt waar. Hé, en we hoeven nu nog maar? 105. Fijne hobby, hè? De rotsen laten we nu achter ons en iedereen komt veilig aan in het bivak. Waar Frans Verhoeven al aan het sleutelen is. Deze foto is van Wout Theeuws. Die het rijdt voor het goede doel. Een beetje pijn om te voorzien of die kunnen helpen dat hij niet eens wel verder kan. Heeft niemand een blok bij, Wout? Heeft er niemand een blok bij? Deze moet normaal super rond kunnen draaien. Zonder weerstand. En die zit op sommige plekken zit die gewoon muurvast. Ja. Hoe ga je nou vast? En die je middelvinger omhoog steken. Dit is een 3 en een 4 en een 5 van Frans. Nee? Hier weer terug naar z'n tweeën. Het is wel een risico. Als je echt kapot loopt, dan staat er gewoon ergens kapot. De lager van de schakelwals is kapot gelopen. Dus. En do you have oil? Moet je dat repareren, dan moet heel het blok open. Daar hebben we die spullen hier niet voor. Leuk een nieuw bike. Misschien dat iemand een blokje heeft ergens in de kofferdeksel heeft liggen. Ik ga op zoek. In iedere rally kan je de klok erop gelijk stellen. Want Bart Frans is altijd 's nachts aan het werk, toch? Of je nou rijdt of niet rijdt, maar jij bent voor alles en iedereen aan het werk, hè, 's nachts? Ja, dat is toevallig, maar... Nee, dat is niet toevallig, want het is gewoon elke nacht. Want je hebt je mobiele bedrijf heb je volgens mij helemaal meegenomen. Ja, nou, dat is toch maar één keer per jaar en dat is met de Heroes Legend. Ja. En, vorig jaar heb ik jou ook gewoon 5-6 nachten zeker... zien werken, maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ja, maar ja, dat doet het toch. Hè. Ik wil zeggen, in 2005 hebben we de andere rally gereden, de grote Dakar rally. En toen was dat niet, toen was het heel anders. Hè. Ja. Toen was het toch meer ieder voor zijn eigen. Ja. En nou... Dit is wel leuk, hè? Iemand heeft een probleem. Ja. Jongens, we lossen het onder elkaar, lossen we het op. Ja, we doen de mensen graag helpen en daar krijg je ook wel wat voor terug. Hè. Altijd. In waardering en bier ook. Ja, 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 ja. Ja, maar dus, het is gezellig. Is Marcel, het is gezellig. We hebben geluk van het bier in het bivak is gratis. Dus. Nee, dat is niet gratis. Ja, ik denk het zelf niet. Voor Wout Theeuws worden de zorgen met een minuut groter. Want de rally lijkt voor hem voorbij. Blok hebben we nog niet kunnen vinden. Het is nu al 9 uur. Dus een beetje geluk, ja, je weet maar nooit. Het is hier Afrika. Het kan zomaar gebeuren, zou ik zeggen. Maar dat heen en toe lijkt het natuurlijk vooral een klein beetje over. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want ja, ik heb er heel lang aan gewerkt. Heel goed voorbereid, fysiek heel goed in orde, machine goed in orde. En dan maak je een stomme valpartij, asje krom en het is naar de klote. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar ja, we gaan er vanuit dat we het vannacht nog kunnen oplossen. En proberen toch morgen weer op fiets te kruipen. De volgende morgen verzamelen alle teams zich voor de groepsfoto. Die zoals elk jaar vanuit de helikopter gemaakt wordt. Foto en een geintje van de helikopterpiloot, maar die pakken we wel terug. Kort na de start komt het camerateam motor nummer 82 tegen. En daarop zit met zijn duim omhoog Wout Theeuws. Hij heeft dus toch nog een blok kunnen vinden en kan verder op weg naar Dakar. De rally trekt verder naar Laayoune in het zuiden van Marokko. En vandaag moeten er maar liefst 520 kilometers worden afgelegd.
Tot nu toe ben ik, op een enkele valpartij na, verschoond gebleven van pech. Maar in de eerste special ben ik toch aan de beurt. Klassieke pech. Ketting gebroken. En dan heb ik één probleem. Ik heb twee linkerhanden. Dus het is een hele goede leerschool voor me. Het vervelende is, die ketting zit helemaal opgeruld. Je duwt mijn versnellingspook naar beneden, dus ik kan niet meer voor of achteruit. Dus dat tandwieletje zal ik eruit moeten halen. En dan komt het volgende probleem. Het is zo zwaar dat ik gewoon helemaal geen kracht meer in mijn armen heb. Dus ik ga best er maar van maken en even wachten op hulp. En dan kunnen we zo weer verder. Is there any medical problem? Yes. Yes. In here. In here. I think we're crazy to do this. Yeah. No, it's my chain. So I'm trying to fix it. Okay. See you tonight. I can't do anything for you. Save a glass of water for me. Okay. Bye. Bon courage. Niet lang na de snelste mannen kom ook ik binnen. En dat ik zo kort achter hen zit, ligt niet aan mijn eigen snelheid, want die is gemiddeld veel lager dan die van de ervaren rijders. Zo. Goedemorgen. Ik heb geen arm meer over. Wat een mooie proef, zeg. Maar zwaar. Ja. Alleen, volgens mij heb ik heel goed genavigeerd. Want die snelle jongens, ik geloof dat hij me nu voor de zesde keer voorbij komt. En dan zag ik ze weer alle kanten op gaan. En dan zat ik volgens mij goed. En dan kwamen ze weer met een noodgang voorbij. Maar we zijn weer 100 kilometer dichter bij de kei. Heel mooi. Het eerste stuk helemaal langs de duinen. Een kilometer of 60 alleen maar langs het randje. En als je wilde er doorheen, dat was fantastisch mooi om te rijden. De eerste keer, maar prachtig. Vandaag heel klein beetje geoefend in de duinen. Echt helemaal super. Klein probleempje is dat je niet kunt zien of die nou steil naar beneden loopt of niet. Dus vandaag nog 3 meter vluchtje gemaakt. Even langs mijn maatje, even achteruit laten zien op ooghoogte. Het was niet helemaal de bedoeling, maar het zag er wel mooi uit volgens mij. Maar voor de rest is helemaal super. En het laatste stukje puur navigeren, dus van die eindeloze vlakte waar je kilometers lang op één richting kan blijven rijden. Komt niemand tegen, behalve wat verdwaalde motorrijden. Dat is ongelooflijk. Blijf me verbazen, iedere dag weer. Ik krijg er wel dorst van. Zo, dat was een gaaf ritje. Dat is echt leuk om te doen. En voor het eerst die duinenpartij, weet je wel. Die duinen van grote bergen nog nooit gezien. Dus ik vlam daar op die berg. Heb me zo lekker zo in zijn vierde of in zijn vijfde versnellen. En ik krul hem zo omhoog. En ineens houdt zo'n duin op. Zo'n steile achtergrond. Dus ik, wow, en in de remmen. Maar dan zak je voorwiel ook gelijk in de grond. En ik zo voorover mijn navigatietroep en alles eraf. Lachen, man. Jongen. Dat maak je nog altijd nooit mee natuurlijk, hè, zulke soort dingen. Dat is echt leuk. Helemaal super. De uitlaat is al 3 keer afgebroken. De tank die is midden in de proef afgebroken, dus ik kwam hem omhoog zetten. En met spanbanden komt hij overal. En nou zijn de bouten waar het blok in ophangt, die zijn al verdwenen. Dus dankzij mijn vrienden, moest ik even zeggen hoor, komt dat weer helemaal in orde. Dus het moet helemaal goed komen. Fantastische dag van vandaag. Ongelooflijk mooi. Ik
gasten, die zijn me 6 keer voorbij gegaan, die snelle groep. Echt waar? Want die rijden gewoon snel, maar ze kunnen niet navigeren. ik dacht dat jij dat niet kon. Op een gegeven moment waren ze, komen ze me voor de 5e keer voorbij. En ik laat ze weer gaan. Ja. En ze waren aan het zoeken en ik geef gas. En ik ga Leon en Toon, die ga ik gewoon voorbij terwijl ze aan het zoeken waren met een noodgang. En ik zag ze gewoon denken van... teringventje. Mannetje. En dan gingen ze me daarna gingen ze me hard voorbij om me even op een nummer te zetten. Maar het is nou niet meer leuk hè, als je er voorbij gaat. Het begint gewoon geworden. Dus ga nou op. Ik ga even het verhaal halen bij hem. Als jij zegt dat je niet fout bent gereden. Ja, volg je de meter. Nee? Maar hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Dat je me 3 keer ingehaald hebt. Ja, de eerste keer zijn we in de Deunerwitz spelen. Daar kwam ik even bij. Ja. Of jij nog even mee kan. Ik denk, kom op jongen. Nee, ik vond het... nee, de eerste keer kwamen wij hem voorbij. Toen hij niet naar beneden kwam. Nee, ik stond vast. Hij stond vast in een duin. Mijn allereerste duin in mijn leven. Ik denk, dat gebeurt me nooit meer. Ik denk, zo de miet erop. Dus ben ik er maar omheen gegaan. En dat was de juiste weg. Maar jullie gingen op een gegeven moment steeds rechtsaf. Waar je gewoon links al aandacht moet houden. We zijn niet verkeerd gereden. Oh ja, daar, net hier. Ja, dat klopt. Maar hier, we hadden wel links af moeten. Maar het is wel leuk, Leon, want dan snee ik weer af en dan kwamen jullie weer. Ik denk, nou, kom ze straks wel weer tegen. Gaat het geweldig bij ons. We hebben de eerste proef gedaan waar we heel jammer van vinden dat we niet over het strand mogen. Het spetteren door het water dan met één kant was hartstikke mooi geweest, denken we. Maar die eerste proef ging geweldig. We hebben onze snelheid goed vast kunnen houden. De auto doet het super. We hebben er zin in en we starten nu zo meteen met de tweede proef. En als die net zo gaat als de eerste, dan hebben we vandaag een mooie dag. We zijn aangekomen in het bivak van Laayoune aan de westkust van Marokko en we gaan steeds verder richting Mauritanië, richting het zuiden, richting Dakar. En morgen nog één dagje Marokko en we zijn moe. Ja, absoluut zeer moe, Martin. Hè? Maar wel voldaan, hè? Ja, absoluut voldaan. We hebben vandaag een best wel een mooie dag gehad. De eerste proef vond ik nog steeds wat minder. De eerste proef was natuurlijk een technische proef, hè? Veel stenen, veel paden, zeg maar, bergpaden. Ik kan geen steen meer zien en in de tweede proef zaten we eindelijk lekker weer in het zand. Ja. Kunnen we lekker gas geven. Wij als Brabanders moeten natuurlijk zand hebben, Martin, hè? Dat weet je wel. Ja. Daar kunnen we echt gas geven. Ik voelde het, om een kwart van die proef zag ik die stenen verdwijnen. Ik denk, nou wordt die lekker. En toen heb ik hem opengegooid, want ik ben van de week zo hard gevallen. Hm. Ik wil gewoon niet meer hard eraf gaan. Want... Nou, dan moet ik je iets vertellen. Ik had vandaag die helikopter boven me hangen. Ik denk, ja, in het zand nou ook even een beetje gas Ze geven. Ze hebben mooie beelden van jou gemaakt. Super mooie shots gemaakt. Maar ik heb mijn vrouw nog gebeld en zeg, je moet even op tv kijken. Ik kom volgens mij op tv vandaag. Walter, hou jij het brommetje heel voor me? Ja, ik ben bijna klaar. Is goed. Kijk, volgende week weer naar Topspeed, de Heroes Legend. Wanneer de teams Marokko verruilen voor Mauritanië. Op weg naar het einddoel, Lac Rose in Dakar.